Dit is hoe wij FC Volendam-speler Martijn Kaas kennen. Maar na zijn voetbalcarrière is hij aankomend seizoen ook assistent-trainer. Oké, jongens, kom er even bij. Na 3 seizoenen het tweede elftal te hebben gecoacht, staat Kaas aankomend seizoen als assistent langs de lijn bij het eerste elftal van VV Monnikendam. De club waar ook ooit zijn eigen voetbalcarrière begon. Ik ben eigenlijk vanaf jongs af aan begonnen. Toen ik een jaar of 5, 6 was. Tot denk ik mijn 11e hier gevoetbald. Toen een overstap gemaakt naar Volendam. Nou, eigenlijk altijd wel hier betrokken geweest dat familie van mij hier voetballen. Ja, het is wel een hele sterke goede band met Monnikendam, ja. Zet jij mij eens onder druk? Met zijn 22 jaar behoort Kaas eigenlijk nog tot de jonkies van de selectie. Maar langs de lijn is daar weinig van te merken. Ik ken Martijn al heel lang. Hij is het broertje van een van mijn beste vrienden. Dus ik ken hem al, wat zou ik zeggen, een jaar of 10 denk ik. Dus je hebt hem ook meegemaakt als kleine peuter, zeg maar? Misschien nog het lastige broertje? Lastig. Hij was nooit echt lastig. Hij was al vrij jong volwassen. Dus hij kon als 12, 13-jarig jongetje al goed meekomen met ons. Dus dat merk je nu ook. Als trainer zijn is hij ook heel volwassen. Op het veld heb je gewoon, zijn de taken gewoon duidelijk. Er zit er gewoon een scheiding, zeg maar, tussen de hiërarchie. En dan sta ik toch boven de jongens. Steve, volgens mij moet je een balletje hebben, vriend. Je stond lekker tegen die paal aan te leunen, maar... Maar een jonge trainer kan ook zo zijn voordelen hebben. Toen ik net bij het team was, toen was ik echt by far de jongste. En dan waren er ook verhalen van vroeger, als er dan oudere trainers waren, dat het... dan moesten de jonkies het vaak nog wel eens afzien en die moesten wel echt in de groep komen. Maar ik denk onder Martijn, omdat Martijn ook jonger is dan sommige spelers, dan... Ja, dat was er dan eigenlijk bijna niet. Als we dit ook onszelf aanleren, gewoon zonder bal, dat kunnen we gewoon leren. Dat kan net zo goed worden als Ajax, ik zeg maar wat. Ben jij meer een type Guardiola of ben je meer een type Mourinho? Ja, dat is wel een hele lastige vraag. Omdat je ziet natuurlijk, je hebt een heel beperkt beeld van die trainers. Je ziet ze alleen interviews en hoe de teams spelen. Maar ik probeer wel het beste te combineren van de trainers die ik gehad heb. Wat neem je van Wim Jonk mee, je huidige trainer? Eigenlijk wel heel veel dingen. Ook zeker een stuk visie. Daar ben ik het eigenlijk vrijwel altijd wel mee eens. Martijn is wel altijd met het spel bezig. Dus dat interesseert hem ook. Hè. Dus hij kijkt naar vormen. En volgens mij heb je een heel boekje vol met al onze vormen. Die heeft hij al lang gepikt. Maar hij is gewoon een slimme jongen. En hij vindt voetbal leuk. En dat straalt hij ook elke dag uit. Bal even bij mij. Een paar balletjes weer bij mij.